bezoek bij de meesteropleiding coupeur. Kom mee! Het zijn alleen maar banden. Er zit helemaal niks onder. Oh ja. Het is echt zo. Alsof er een corset onder zit. Ja, zoiets. Of een petticoat of zoiets. Oh, nou, het ziet er nog een beetje saai uit eigenlijk. Wij zijn bezig met deze livereijas. Dit is de officiële. Dit is uit 1890, daar rond de tijd volgens mij. En die gaan wij nou een replica maken, omdat deze nogal kapot is. Dit is hier ingescheurd. Nee. En officieel is dit een damesplit, want hij hoort eigenlijk andersom. Maar omdat hij zo erg verwaarloosd is, ja, gebruikt hij eigenlijk gewoon. Hebben ze hem omgedraaid, dus dat moet weer goed komen te zitten. We hebben eerst een normaal basispatroon gemaakt. Dat zijn de potloodlijnen. En later zijn we gaan aanpassen. Heb ik een proefmodel gemaakt. Dat is deze. En heb ik aangegeven wat er anders moet. Gewoon om meer op de jas te gaan lijken. En dat zijn de rode lijnen geworden. En dan wordt dan het nieuwe. Ik ben nu de seizoens aan het doen. Dat is voordat hij een body krijgt, want de man heeft ook gewoon een body. Dus ik heb ze aangegeven met een lijntje. En ik doe ze nu elkaar spelden, want ze zitten een beetje gedraaid. Dus dan komen ze nu precies op elkaar te liggen. Dan kan ik hem nu stikken. En dan zou het straks op de pop goed moeten komen. Doe je dit werk eigenlijk? Ik ben dit gaan doen toen ik 15 was. Toen ben ik op naailes gegaan. Ik was een puber, ik was erg vervelend, dus ik moest een hobby. En toen ben ik op naailes gegaan en toen was ik 16 en moest ik een opleiding kiezen. En dit vond ik erg leuk, dus ik ben gaan kijken of ik hier verder in kon. En zo ben ik eerst bij ROC Tilburg terechtgekomen. En daar heb ik de dames geleerd en hoe je ook gewoon op de confectiemethode dan alles. En toen was ik 20, was ik klaar. En toen hoorde ik van deze opleiding en dat ze ook herenkant gaven. En toen ben ik hierheen gekomen. Ja. Als het goed is, kan ik straks alle twee. En dan moet dit even kijken hoe dat zo om de pop heen komt. Ja. Ik moet nu dit aankomende maand, maar die maandag erop. Dus ik moet nu binnen 5 dagen klaar zijn. Maar ik denk dat we normaal over een normaal coupertje doen we iets van. 10 lessen, dus 10 dagen. En dat moet eigenlijk nog wat sneller. Dus, maar dat komt op. Het lijkt me heel veel werk. Als je het leuk vindt, is dat niet erg. Dan gaan we hem openstrijken. Naar de zijkant. Over het bolletje heen. Als binnen. Dus nu zit de vorm in. Nou, ik heb ook gelijk een vraag erover, want waarom moet het op een bolletje dan? Nou, als je naar jezelf kijkt, ik ben zelf ook niet plat. Dus daarom doen we op een ronding dat hij je lichaam volgt. Het lichaam loopt ook rond. Dus en wij hebben maar 1 bolletje, maar we hebben meerdere bolletjes. Kijk, we hebben ook dit bolletje.
We hebben ook een peertje. Dan kan je bijvoorbeeld iemands thailijn inleggen. Dat dit de borst is en zo loopt hij naar de heup. Dat loopt bij jezelf ook zo. Welke materialen gebruiken jullie eigenlijk allemaal? Wij gebruiken vooral wol. Want dat is makkelijk voor een beetje wat strijken. Dat kan je alle kanten persen. En ja, gewoon katoen gebruiken we ook. En linnen. En ik kijk, dit van dames kan het zelf met tulle werken. Maak ze hele grote rokken van. En zijdewerk ermee. Hele hier ligt alles. Dit is de schatkamer. Schatkamer. Oh. Waar komen alle spullen eigenlijk vandaan? Het zijn allemaal speciaalzaken. En er zit een boel in Nederland. Maar we halen ook spullen uit Italië, Engeland, Duitsland. Hier is zo'n specialiteit. Italianen hebben natuurlijk prachtige stoffen. Maar in Duitsland hele mooie degelijke. En in Engeland ook topkwaliteit. Deze is bijvoorbeeld voor een corset. En dat heet een cowtail met rosebud. En dit is een hele mooie stof uit Engeland. In Engeland hebben ze ook heel veel dingen voor corsetten. Berlijnen, fournituren, dat soort dingen. Er zitten hier de berlijnen niet in nog. Maar dit is dus voor een Dior corset. Is dit een half af exemplaar. Het is heel moeilijk om te maken. Vroeger wou ik altijd een corset. Terwijl je dat dan juist niet nodig hebt eigenlijk nog. Wauw. Ja. Ik vond dat altijd heel mooi. Het is ook een beetje mode, hè, met Madonna en zo. Die draagt het als bovenkleding. Kan je nog zo leuk naar een feestje. Het toppunt van deze film. Hey, mij leek het nou echt geweldig om een keer zo'n jurk te dragen.